Hey! Goedemorgen! Hey mensen! Top dat jullie weer kijken, hè? Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we hebben vandaag... geen bezoekers. Stagiaires! Ja. Ja, zeker. Dat is Milo en dat is Tom. Hé, hey, hij heet echt Milo, hè? Heeft nou een shirt aan van zichzelf? Ja, maar als Milo. Ik wel. Ja, dat is mooi. En, wat gaan ze doen dan vandaag? Ja, wij hebben echt een heel mooi klusje bedacht voor ze. Ja, zeker. Wij zaten te bedenken, wat kunnen we ze nou laten doen, wat ook gelijk bijdraagt aan het tankproject. En waar ze ook, want ze zijn hier 2 dagen, waar ze 2 dagen mee bezig kunnen. En nou, wij hebben hier, zeg maar, al 2 schakels liggen. En die hebben we net uitgeboord. We hebben daar de roest eruit geboord. En kijk dit eens, hè. Oh, nu snap ik hem pas. Ja, zie je dat? Ik dacht dat deze gewoon zeg maar uit de kast kwamen. Nee! Uit de kast? Ja, kom je uit de kast, Bas? Nee, ja, je snapt wat ik bedoel. Ja, het is tijd om rupsbanden op te poetsen. Oké. Ja, dus wij hebben net een... laten we even de rupsband oppoetsen installatie zien, hè. Want wij hebben ze nou dus allemaal uit elkaar gestompt. En zij mogen ze weer in elkaar gaan zetten. Maar ja, je hebt gezien, die rupspinnen die gingen er niet zo makkelijk uit. En ze gaan er ook verrassend genoeg niet zo makkelijk in. En daarvoor hebben wij nou een ultra lange boor gemaakt. En dan kunnen we zo. Ja. Maar de nieuwe pinnen gaan er ook niet goed in, zeg maar, dan. Ja, nou kijk, er zit natuurlijk gewoon nog roest in die gaten. En wij hebben een boor besteld. Hier hebben we nog een drill XXL. Ja, kijk, deze is nieuw. Moeten we even erbij pakken voor het verschil natuurlijk, hè? Want we hebben een behoorlijke customized al. Kijk. Zo was hij zeg maar origineel. Zo is hij nou. We hebben er allereerst hebben we hem flink verlengd natuurlijk, anders konden we die scharniergaten niet helemaal opboren. Maar toen kwamen we erachter dat die boor die loopt de hele tijd vast eigenlijk, die hapt in die roest. Dus we hebben hem behoorlijk afgeslepen. Kijk, we hebben heel de snijkanten hebben we rondgemaakt en we hebben ook hier heel die geleiding, zeg maar. Die hebben we ook weggeslepen, zodat hij ook iets kleiner is geworden nog zelfs. Hij begint eigenlijk nu pas hier te snijden. Ja, hij gaat er heel geleidelijk in, zeg maar. Dus dat hij eigenlijk een beetje loskrabbelt. Ja, zo min mogelijk had. Het werkt best goed. Dus zet je bril op, jongen. Ja, ik zal wel even mijn bril opzetten. Maar waar is de poeg, Dirk? Oh, ik heb gisteren een poeg gekocht. Cool, hè? Ja. Ja, dus dat. Kei ver voor gereden. Ja, maar blij dat je niet met die poeg terug bent. Het was echt een eindje, niet normaal, hè? Ik wist niet dat Nederland zo groot was. Het was helemaal aan de andere kant, hè? Ja. Ja, was er bijna afgevallen. Oké, ja, demonstreer het even dan. Hé, hey, als jij even olie. Ja, dan moet ik ook een bril opzetten, hè? Ja, wou ik net zeggen, waar is jouw bril? Ja, nee, nou wel. Dat is goed voor opgeven. Nu wel ineens. Oké, moment! Ik start de motoren! Start de uitkrabbelaar! Oh, kijk! Nu is het klaar. Ja, hier gaat hij wel te snel gaan, omdat hij nou... Fantastisch. Klinkt wel heel spannend. Slecht voorbeeld, denk ik. Hij gaat wel steeds verder, hoor. Ja, niet heel goed. Oei. Ja, kom daar, want dan kan boor. Hier zit heel veel roest in. Daarom geven we WD-40. Ja, hij komt steeds verder. Nou, joh. Wat? Deze knippen eruit. Moet je misschien dan gewoon nog een beetje daar verjongen? Nee, dat maakt niet uit, denk ik. Want hij knapt daar wel een prut, hè. Zie je wel een prut eruit, jongen. Misschien gewoon meer toeren.
hij gaat er wel door, man. Misschien langs de andere kant. Dat dacht ik. Dan is deze. Dan doen we eerst deze maar. Oh. Even smeren. Zo, een keel kan ik ook wel even smeren. Is weer 40. Ja. Ja, nou, niet nep doen dan, hè. Van echt. Gewoon ook een beetje moeten vieren. Ik denk dat dat geen zin is. Denk je kunt hem overal vieren, jongen, maar dan snijd je er niks meer uit. Ja, maar ik denk dat je toch wel. En als je nou gewoon een schietpapiertje mee inwikkelt, wat we altijd doen eigenlijk? Of werkt dat niet? Ja, maar er zit zoveel troep op. Kijk hier, joh. Hij boemt er wel heel wat uit. Daar is hij echt. Daar loopt hij vooral klem. Dat is vooral dat is het probleem hoor, die. Oh, dat is daar. Deze zo doet en dan die langs die kant. Ja. Ja, ik weet niet, deze is wel maar. Die andere ging wel maar een stuk makkelijker, hè? Ja, zo was het ook met die rupsbanden demonteren. Dat ging ook niet allemaal. Kijk eens. Hier. Oh. Kijk! Perfect! Dit is ook mooi, Bas. Ik vind het wel mooi, hoor. Dat is, je gaat er een stuk makkelijker uit dan... Van eerst. Ja, precies. Oké, okay. Succes. Nou, hebben jullie er nog zin in? Ja, hoor. Gelukkig maar. Hoeveel... Vertel eens even over jullie zelf, want wat... Welke opleiding doen jullie eigenlijk? Ja, ik ben Milo en ik zit op de MAVO Beatrix College in Tilburg. En ik hoor heel graag de techniek in, dus leek dit mij een goede stage. Ik ben Tom en ik zit ook op het Beatrix. Ik doe ook een MAVO-opleiding en ik hoor later ook de techniek in. Nou, ja. Goeie zaak dus. Ja, want jullie zijn thuis ook altijd aan het knutselen, toch? Ja, ja als ze niet aan het knutselen zijn... Ze hebben lasapparaat gevraagd voor je verjaardag, of voor Sinterklaas. Nee, dat voor, was zeker. Was jij daar, ja. We vonden ze het gevaarlijk. Ja, of verdikken. Ja, het is echt niet te geloven. Ik mag in principe wel één, alleen ja, mijn geld is een beetje op. Want ik ben laatst opgelicht op Marktplaats, dus dat is ook oh, fijn. Dat was een beetje naar. Nou, ja, dus, het geld is op, moeten we even sparen en dan komt die er ook wel. Kijk, mooi. Ja. Oké, okay, nou super. Ik zou zeggen... Veel plezier. Ja. Veel plezier. Dan gaan we koffie drinken, Dirk. Ja, we hebben nog stagiaires om het werk te laten doen. Hey, vaker Bas, jij filmt, hè? Dus, Ja, ik ga lekker editen, denk ik, met een bakje koffie. Oh, nee, toch zeker? Nee, laten we eerst deze nog even daar aankoppelen. Dat is wel een leuk dingetje natuurlijk. Ja, oh, hier spuit deze gewoon de pin maar een beetje in zo. Kijk, mooi. Ja, waarschijnlijk wel. Plastic van plastic. Hoppa. Dat is Russisch, daar hoeft niet plastic aan anders. Zo, okay. Hey. Nou, dat is goed, hè? 187.000 graden. Alleen deze die zit. Die zit nog vast, hè? Ja, ik jammer, hè?
goed, maakt niet uit. Ja, die zit niet echt vast, want die draaide wel. Daarom hebben we hem erin laten zitten. Er zit ook iets tussen. Ja. Dat komt er wel uit. En nu is het echt een tankfabriek, hè? Ja. Ja? Ja, inderdaad. Rupsbanden, montageplek. Oké. Nou, dan zullen we maar eens doen. Super! Even kijken. Kijk hier dan. Als je niet draait, dan is het makkelijker, hè? Kijk dan! Nou, Dirk. Nou. Ja, verschil moet er weten. Werkt goed. Nou, ik zie wel weer dat je goed je dit werk aan het doen zijn. Dat is wel fijn. Ja, maar moet je niet nog... Ik zou een beetje wikkelen misschien nog wel. Ja, je kunt met een pin even testen natuurlijk, hè? Ja. Even checken of dat je er... Maar volgens mij is deze heel los. Ik denk dat deze is niet eens heet gestookt. Wel, jawel. Jawel. Hij schuilt, hè. Ja, maar die doet het wel. Kijk maar. Ja. Dat is ook goed genoeg. Er zit alleen een hele pin in. Even kijken of dat je nou daar goed uitkomt. Dan kan je aan de andere kant beginnen met knutselen. Wat gaan jullie eigenlijk doen? Nou, kijken hoe dit... Ja, wij nemen nou gewoon de rol van onze kijkers in eigenlijk. Ja. Maar dat valt nog wel eigenlijk. Een beetje instructies geven vanaf de kant zo. Nee, wij gaan toch ook nog wel iets doen. Wij gaan ook iets doen. Wat gaan we doen, Dirk? Ja, ik weet het ook. We moeten eens even goed iets bedenken, want... Ja, de tekeningen van de kraan, die hebben we doorgestuurd. Die zijn nou bij Staaltje Vakwerk. Dus als het goed is, gaan die eraan beginnen. Ik verwacht vandaag nog wel een berichtje van Twan eigenlijk. Want die zal dadelijk zijn computer... die heeft hij al lang aanstaan trouwens. We kunnen ook een beetje opruimen dat we die kraan neer kunnen gaan zetten. Ja, want ja. We moeten alles wel van zijn plek afhalen. Het is zo. Dat kunnen we ook doen. Het elektrische systeem is ook nog iets, hè? Ja, dat moeten we ook doen. Er zit ook iedereen op te wachten dat we dat een keer aankomen eigenlijk. Ja. Maar dat kan nog niet helemaal, hè? Er zijn inderdaad minder allemaal dingen. We hebben geen kabeltjes meer, ook niet. Oké, we komen er nog op terug. We maken even een rondje, kijken even waar we mee verder moeten. Ja. Oké. Goed dan. Wij hebben even gekeken waar we nou mee verder gaan. De kraan die gaan we binnenkort opbouwen. Daar kan de motor erin gehesen worden. Maar die motor kan er eigenlijk nog niet in. Want er zijn een paar onderdelen die moeten er eigenlijk als eerste op en nog in de tank geschroefd worden. We hebben hier bijvoorbeeld een brasserpomp liggen. Deze. De rookinstallatie. Dat is van de rookinstallatie. Er zit inderdaad op de uitlaatspruitstuk en dan spuit die diesel in. En die verbrandt dan in die warme uitlaat en dat veroorzaakt de boel rook. Zo konden ze een rookgordijn leggen. Daar is die brandstofpomp voor. Die zit op de bodem in de motorruim. En de motor die ligt daar half boven. Dus het is wel handig om die in ieder geval eerst in orde te hebben dat we die op zijn plek kunnen zetten. Dat is ook nodig, want dan kun je ook het brandstofsysteem helemaal aansluiten voor de rest, hè? Ja, en we moeten dan ook zo even gelijk bij die tekening kijken wat voor leidingen we nog meer onder die motor moeten doen. Dan ja, die ook gelijk dat we die ook in orde maken en zo. Want dadelijk hebben we die kraan staan en zeggen, dan kunnen we de motor erin hijsen. En dan moeten we nog een heleboel andere kleine prulwerkjes doen voordat we dat kunnen doen. Dus we moeten gewoon zorgen dat we dat allemaal al van tevoren in orde brengen. Hier ligt ook nog de dynamo. Die moet aan de motor geschroefd worden voordat die eigenlijk erin wordt gelegd. Je kunt er nou de rand nog wel bij, maar niet heel makkelijk. Er zit een luik in de gevechtscompartiment waar je langs de dynamo kan vervangen. Maar het is natuurlijk makkelijker als die motor op een box staat. Dus dat zou zonde zijn als we dat niet van tevoren doen, want het moet toch. Dan moeten nog een aantal dingen getekend worden ook weer. De uitlaten moeten erop gezet worden. Daarvoor moeten we uitlaatspruitstukken laten snijden. Die ga ik dan tekenen. Ja, en de pakkingen moeten we ook hebben. Welke pakkingen? Ja, voor de uitlaat. Ja, dat zeg ik toch? Voor de uitlaat spruitstuk. Ja, ik bedoel maar de die pakking. Die moeten we ook tekenen. De dus pakking tussen de kop en het spruitstuk. We moeten ze allebei hebben, want we moeten die dingen ook hebben. Hè? Die moeten we ook eerst op voordat de motor erin gaat, denk ik. Dat denk ik niet. Ik denk dat die niet aan de rand erin gekanteld worden. Nee. Ja, dat is waar het spruitstuk zit. Daar zit nog een tweede uitlaatpijp eigenlijk. Die gaat naar de uitlaat op de, naar het panzer eigenlijk, zeg maar. En die is helemaal weggeroest. Er ligt daar nog een stukje van, maar dat is niet veel meer. Dat is een stukje restant. Maar er zit ook een soort van venturi in, die dan weer de luchtfilter leeg kan zuigen. Er zit een hendel kunnen aantrekken.
En dan, ja, dan, als de motor loopt, dan zuigt hij eigenlijk alle verontreiniging uit de luchtfilter eruit. Dus dan, dat is wel een chic systeem. Dat moest je op de auto ook hebben. Ja, zoiets. Maar laten we even de tekening nog kijken en dan ga ik die dingen maken. Dat is persluchtsysteem. Dat is ook wel. Ja, ja, dit zijn, dit heb ik een tijdje geleden al een keer uitgeprint. We hebben natuurlijk die grote handboeken. En daar staan alle systemen natuurlijk in uitgelegd ook. Maar je hebt ook een aantal overzichtstekeningen. Schema's, als tenminste echt een beetje schematisch. Waar je kan zien hoe dat de verschillende stromen. Dit is dan toevallig het koelsysteem. Ja, koelsysteem. Kijk, dan zie je hier ook die voorverwarmkachel bijvoorbeeld zitten. En dan zie je hier hoe al de leidingwerk aangesloten zit. Hierachter zie je de radiateur. Hier bijvoorbeeld, dit is de motorolietank. Daar zit ook een spiraal in, eigenlijk een warmtewisselaar. Dat is gedaan om de motorolie te kunnen voorverwarmen. Er ligt hier nog een coaxiale leiding. Coaxiaal wil zeggen, dat is een leiding in een leiding eigenlijk als het ware. En daar heb je de binnenste leiding, daar gaat de motorolie door. De buitenste leiding, daar gaat dan weer de koelvloeistof doorheen. Dus daar kun je dus ook de olie in de leidingen vol verwarmen. Ja, en dat is natuurlijk gedaan omdat het in Rusland echt verschrikkelijk koud kan zijn. De motorolie die verandert dan meer in een soort van teer als die zo koud is. Maar, dus dan kunnen ze hem vol verwarmen zodat hij vloeibaar wordt. Maar niet alleen de motor zelf, maar dus ook de olietank en ook de leidingen en ook zelfs het pompje nog. Hè? Het elektrische pompje. Ja. Daar zit ook nog dat is natuurlijk, want als er ergens een dikke strook zit, dan gaat het er niet meer door. Ook, nee, hè? Dan werkt het niet. Dus hij moet heel het systeem gewoon kunnen verwarmen. Dat is wel mooi gemaakt allemaal. Maar gaan we dat terug aansluiten? Ja, dan kun je je afvragen of dat het... het is wel goed natuurlijk. Het is een risico. Want ik heb dus gehoord dat al die verwarmingselementen, ja, die kunnen dus ook gaan lekken. En dan krijg je koelvloeistof bij je motorolie. Dus dan lijkt het net alsof je koppakking kapot is of zo, maar dat is dus niet. Dat komt gewoon puur omdat er ergens zo'n verwarmingsspiraal zo aan het lekken is. Deze, ik had gehoord van een monteur die een Syrië tanks onderhoudt. Die dopte daar gewoon af. Die haalde daar gewoon los en die verwondde daardoor en die dopte die spiralen gewoon af. Gewoon om te voorkomen dat die dus gewoon gaan lekken. En daar werd het toch niet zo koud dat het nodig was. Oké, ik neem dit boek mee en ik ga eventjes... Ga jij maar even puzzelen? Dan ga ik nog even... Ik ga eerst de dynamo en de dingen maken en dan ga ik leidingetjes... Ja, moet je even kijken naar de tekeningen trouwens van de kraan. Hier ligt het nou helemaal. Hè? Ja, dit moet het worden. Hier hebben we het hijsportaal. En dit is de hijsbalk, die komt daar in te lopen. Dit zijn de samenstellingen. En die zijn dus opgebouwd uit de verschillende onderdelen. En die liggen dan hieronder weer. Kijk, dit is bijvoorbeeld de hijsbalk. Die hebben we nog liggen natuurlijk. Alleen die moet worden ingekort. Er staat een maat op en er moeten gaten in worden geboord. Kijken, ja, er zijn ook nog tekeningen om die trolleys aan te passen. Dus we hebben verschillende profielen. Verder hebben we nog een boel snijdelen. Dat zijn deze. Dit zijn weer onderdeeltjes die komen in die lastsamenstellingen. Hè? Want hieronder liggen dus die lastsamenstellingen ook. Ik pak even deze als voorbeeld. Die is van het portaal. Kijk, je kan hier op de tekening kan je nou kijken waar dat deze zit. Ja, dus rails IMP 240 en dan nummer 1. Daar zitten er twee stuks van in. Dat is item 1. Dan kan ik hier kijken in de samenstelling. Zie ik hier een eentje staan, een pijltje. Dus dat is deze balk en hier zit er nog eentje, dat is dus deze. Die balken die zien we dan als volgt uit. We hebben hier de originele aangeleverde balk, die EMP. Die moet worden afgezaagd, hier op deze maat, een stukje eraf zagen. En dan vervolgens moeten daar een aantal zaken aangelast worden. Kunnen we hier kijken, zeg maar, hier heb je verschillende aanzichten. Hier bijvoorbeeld staat een positie 2, nou, dat is een... HIA en dan 140 keer 100, dus lengte 100, die moet je ook afzagen. Daaronder wordt een flange gelast. Flangeplaat 4 gats. En als ik dan hier ga kijken,
We hebben hier flensplaat 4 gats. Er moeten er in totaal 16 van worden gesneden. Kijk, hier staan even de buitenmaten op. Daar hebben we een DXF bestand van gemaakt. Dus die kunnen we zo laten snijden. Ja, dus aan de hand van dit tekeningpakket zou het hele ding eigenlijk gemaakt moeten kunnen worden. Ik ben benieuwd. Ik heb dit gisteravond nog laat afgewerkt. En nou is het even wachten wat ze ervan gaan zeggen. En dan hoop ik dat we snel die balken die kant op kunnen brengen. Dat dit ding gemaakt kan worden natuurlijk. Ja. Ja, het ziet er goed uit. Niels heeft hier behoorlijk wat tijd in gestoken. Die heeft eigenlijk het hele ontwerp heeft hij gemaakt. Heeft helemaal doorgerekend. Ik heb net nog, ik heb nog een beetje werk in gestoken om het tekeningpakket productietechnisch helemaal af te ronden, zeg maar. Maar, ziet er goed uit. Ik denk dat het goed komt. Mooi. Maar ja, we zijn nog niet klaar met tekenen, want nou ligt dat volgende alweer klaar. Hier zo. Ik ga die uitlaatpakkingen tekenen. En dan kunnen we die ook laten snijden. Ja, ik ga even lekker kleuren. We hebben hier SolidWorks, hebben van Design Solutions. En natuurlijk, een heleboel van jullie hebben nog nooit zo'n tekenprogramma gezien. En ook een heleboel van jullie zitten er waarschijnlijk elke dag achter. Maar ik dacht dat het misschien interessant was voor degenen die nog nooit zo'n programma hebben gezien. Om even heel in het kort uit te leggen hoe het nou eigenlijk in zijn werk gaat. En dan echt gewoon echt heel erg de basis. Oké, ik zal het even laten zien. Ik heb SolidWorks hier al openstaan. Nou ga ik beginnen met een nieuw bestand aan te maken. We krijgen hier meteen een schermpje en dan kunnen we kiezen uit drie verschillende dingen. We hebben hier een part, nou, dat is een onderdeel, of een assembly, nou, dat is een samenstelling, of een drawing, dat is een tekening. Laten we beginnen met een part te maken. Zo, oké. Normaal gaat het een stukje sneller, maar hij is ook bezig om dit te filmen natuurlijk. Even kijken. Nou, we hebben een leeg scherm. Ik ga beginnen met een schets. Laten we beginnen in het frontplane. Zo. En laten we een blokje tekenen. Zo. Hop. Ja, je ziet hier bovenin heb ik allerlei dingen waar ik uit kan kiezen wat ik kan tekenen. Er staan vierkantjes, hier is een sleufgaat, ja, hoe noem je het? Hier een cirkeltje, je kan van alles kiezen in ieder geval. Nou, gaan we de boel bematen. Ik zet hem eventjes zo. Het wordt 70 mm en dit wordt 50 mm. Zo. Er moeten nog een paar gaten in komen. Daar had ik bedacht eentje in het midden. Zo. Hier zo. Zo. Daar. Ja, we hebben hier nou een schets gemaakt. Kijk, ik kan hem even rond laten draaien. Het is een plat dingetje, zie je. Ja, dit is chic. Kijk, we hebben hier een 3D muis. Dat is een chic apparaat ook. Dat heb je niet per se nodig om te solidworksen, maar het is wel echt super handig. Dit is nou een hele luxe versie. Je hebt hier een heleboel knopjes allemaal. Daar kun je nog een berg aan commando's in invoeren. Het idee is eigenlijk dat je je toetsenbord dan niet meer nodig hebt. Dat je eigenlijk alles met je twee muizen kan doen. Dat is echt om ergonomisch te werken. Nou moet ik wel een beetje bekennen dat ik er natuurlijk niet zoveel uren achter zit dat ik al die functies gebruik. Maar goed. Oké, we hebben nou die schets. Dat moet nou een 3D ding worden. Hebben we hier verschillende functies. Ik maak er een extrude van. En wat hij dan eigenlijk doet, kijk, nou zie je het al. Hij gaat die schets uit de rekken als het ware. Nou, laat er een blokje van maken. Ik maak hem 30, zo. Oké. Kijk, nou hebben we al een onderdeel eigenlijk, hè. Nou, dus dit is een feature zoals we dat noemen. Hè. Hier zie je het meteen. Hier staat een extrude staat hier nu. Nou kunnen we nog meer dingen doen. We kunnen er ook een stuk afknippen bijvoorbeeld. Nou kan ik ook vlakken aangeven om een schets op te maken. Kijk, nou maak ik hier een nieuwe schets. Kijk eventjes zo. Hop. Kijken we naar de zijkant. Ik wil hier
een stuk uithalen nog. Zo. Even kijken. Maken we zo. Kijk, nou hebben we die schets, die zit op dit vlak. En dan kunnen we daar weer een feature van maken. Dan laten we hem uitsnijden dan. Let op. Hop. Kijk zo. Je ziet nu al hier in het geel wat hij aangeeft wat hij gaat doen. Ja, we kunnen hier ook weer lengte veranderen, zeg maar. Kijk, dan wordt hij korter. Kijk, dan kunnen we een heel kort stukje. Laten we hem er helemaal dwars erheen doen. Zo, through all hak. Kijk. Nou, het is toch kei mooi, of niet? Ik vind het een prachtig onderdeel. Mooi, als eerste onderdeel is klaar. Ik ga hem even opslaan. Opslaan, save as. Dan gaan we hier, maak ik even een nieuwe map. We noemen hem prulletje. Het is een prulletje. Nou, onderdeel 1 heet prulletje 1. Zo. Opslaan. Wow, we hebben net als eerste onderdeel gemaakt. Oké, nou goed. Dat is allemaal heel leuk dat we nou een onderdeel hebben. Nou willen we natuurlijk daar eigenlijk een tekening van hebben. Want het onderdeel moet ook gemaakt kunnen worden. Doen we weer nieuw. En dan kunnen we hier dus een drawing kiezen. Nou, pakken we deze. Oké. Als flats. Even een tekeningkader pakken. Pakken we natuurlijk ons Master Milo kader. Let op. Waar zit die nou? Daar. Zo. Oké. Nou, let op. Nou, staat hier. Oh ja, hij heeft al door natuurlijk. Prulletje 1 staat hier. Die willen we erop gaan zetten. Kijk, zo. Preview. Nou, dat is het top aanzicht wat hij nou doet. Laten we dat doen. Nou, trouwens, ik vind het fijner om dit aanzicht eerst te hebben. Zo. Nou, je ziet, dit is het onderdeel wat we net getekend hebben. En dan kunnen we nog een paar meer aanzichten maken. Zo. En zo. Kijk, dus nu hebben we eigenlijk een tekening. Dit kun je gewoon uitprinten zo. En dit kan je door iemand laten maken. Of je kan het zelf maken. Of weet ik veel. Of je hangt het aan de muur. Kunnen we dan vervolgens bematen ook weer. Kijk. Maatlijntjes erin zetten. Even kijken. Zo. Ah, fijn. Dus dit kun je nou helemaal bematen. Je kunt een heleboel aanzichten kiezen. Je kunt doorsneden maken. Je kunt, als je dit nou mooier vindt, je kunt hier ook een lijntekening van maken of gestippeld. Kijk, zie je? Nou kunnen we stippellijntjes zien hoe dat die andere dingen ligt. Slaan we even op dit. CVS. Dit is de tekening van prulletje 1. Snapt hij al? Oké, mooi. Maar goed. We hebben nou één onderdeel en met één onderdeel kunnen we niet echt een spannende samenstelling maken. Laten we een tweede onderdeel maken. Ik heb weer een nieuw paard aangemaakt. We zetten even de topplane, een nieuwe schets. Dit doen we even rap de flap. Ik maak er een, het wordt een asje. Laten we hem zo doen. Deze wordt 19. Zo, hop. En dan vervolgens maken we er weer een extrude van. Hè. We hebben eerst een 2D sketch gemaakt. Dan nu een, hop, een asje van 70 mm. Plop, daar is hij. Nou, sla hem ook even op. CVS. En we noemen hem asje 1. Zo. Nou, let op. Nou gaan we een samenstelling maken. Doen we weer nieuw. Pakken we nu de samenstelling hier zo. En even nadenken. Dan gaat hij hem aanmaken. Ja, nou wordt het pas echt leuk. Hop. We beginnen met prulletje 1. Zo, die zetten we erin. Daar is hij. Ja, mooi hè. Kijk. Oké. Goed. We hebben nog een onderdeel nodig. Dat wordt natuurlijk ons asje. Kijk, hier is hij al. Wow, kijk, ik kan hem gewoon overal naartoe slepen. Maar we willen hem natuurlijk precies in een gat. Dus heb ik hier een functie, paperclipje, meet.
We zetten hem, hij moet in dat gat natuurlijk, hè, concentrisch. Zo. En ik wil hem gelijk met dit vlak. Plop. Kijk, daar is hij. Nou, dat past precies, hè. En dan nu laten we dit blok nog een keer inzetten. Ik kan hem gewoon kopiëren. Hey, daar is hij nog een keer. Kijk. Zetten we die daar. En ik wil hem andersom hebben. Zo. Kijk, dat lijkt er al op. Kijk, deze zit nog los. Hè. Kunnen we nog slepen. Daarvoor gaan we hem even hier ook nog een meet geven. Kijk, het paperclipje weer. Kijk. Nou, dat is toch prachtig? Nou, dit is een samenstellingje. Slaan we ook weer even op. CVS. Dit is de Prul SI Update. Het is een samenstelling. Nou kunnen we hier natuurlijk ook weer een tekening van maken. Kijk, als ik nou weer een tekening open. Hetzelfde als net. Pakken we weer even het kader. Zo. Ah, hier staat hij al. Deze moeten we hebben. Hup. Prr, prr, prr. Laden. Hij gaat niet zo snel, Bas. Oh. Hij heeft het er maar druk mee met zijn... Met filmen. Ja. Ah, daar is hij al. Even kijken. Kunnen we een aanzicht kiezen. Dit vind ik wel mooi. Zo. Hup. We zetten weer een paar verschillende aanzichten erop. Ja, nou hebben we dus een samenstelling. Daar kun je nou bijvoorbeeld een stuklijst aan hangen. Even kijken, pakken we hier zo een tabel, een bill of materials. Pak ik deze aanzicht. Hup. Kijk, zien we hier een stuklijst. Je kunt ook meteen hier zo zien bijvoorbeeld welke onderdelen het zijn. Kijk, hier heb je prulletje 1. Nou, die zit er 2 keer in. En hier heb je asje 1. En die zit er dan 1 keer in. Nou, vervolgens kunnen we daar de ballonnetjes eraan vasthangen wat is. Kijk, dit is onderdeeltje 1. En deze is ook onderdeeltje 1. Kijk. Ja, zo werkt het eigenlijk. Heel erg in vogelvlucht, hè? Hoe je dus tekeningen opbouwt. Je maakt dus eerst onderdelen, dan vervolgens schet je die onderdelen in samenstellingen. Je maakt tekeningen van de onderdelen, tekeningen van de samenstellingen. Je kunt bijvoorbeeld ook weer een samenstelling in een andere samenstelling slepen. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld dit doe, ik maak een nieuwe samenstelling. Kan ik dus deze daar weer inslepen? Let op. Zo, insert components. Kijk, hebben we bijvoorbeeld deze zetten we erin. Kijk, hier heb je de samenstelling die we net al hadden. Maar hier moet bijvoorbeeld nog een ander onderdeel bij. Nou, dat kan. We zeggen van, hier moet bijvoorbeeld ook deze nog een keer erin. Dat blokje nog een keer. Even kijken. Hier is hij. Nou, hij heeft hem op de origin gezet. Dat is niet handig. Ik gooi hem even weg. Doen we even opnieuw. Zo. Zo, kijk, daar is hij. Dus nou hebben we dus een samenstelling waar dit ding bijvoorbeeld ook weer in zit. Dus zo kun je eigenlijk, wat je eigenlijk doet. Je maakt eigenlijk je eigen Lego steentjes. Hè, die teken je gewoon. Maar dan vervolgens heb je steeds meer onderdeeltjes en steentjes waar je mee kan knutselen. Kun je samenstellingen maken, kun je tekeningen van maken. Dus dat is super. Want op een gegeven moment als je bijvoorbeeld een onderdeel getekend hebt wat je vaker gebruikt. Ik noem maar iets, bijvoorbeeld een boutje, hè, die je dan op meer plekken wil gebruiken. Dan heb je hem, je hoeft hem niet elke keer opnieuw te tekenen. Je kunt hem gewoon in je samenstelling zetten. Dat is het. Uiteraard kun je natuurlijk boutjes en van die standaard onderdelen kun je ook overal vandaan halen, downloaden en zo. Ik weet niet zeker of dat hier ook in zit, het pakket dat je ze standaard erin kan zetten.
Maar goed. Deze staat ik in het heel in het kort. Ik kan er volgens mij nog dagenlang over vertellen. Want er zijn zoveel mogelijkheden. Zoveel verschillende features en alles natuurlijk. Maar dit is eigenlijk in de standaard hoe het gaat. Je maakt gewoon onderdelen. Daar maak je tekeningen van. Samenstellingen kun je ervan maken. En daar maak je ook weer tekeningen van. Oké. Ik ga die uitlaatpakkingen maken. Snap je het of niet, Bas? Nou, ik snap het. Dan denk ik dat de rest ook. Ja? Ja, mooi. Ja, het is echt een hele basisuitleg over het programma, inderdaad. Wow, je pakt hem zo uit het scherm. Zag je het? Wow. Zo makkelijk, hè? Wie dat SolidWorks zo magisch ja, was. Ja, dat is echt bijzonder. Nou, kijk, net zoals we net al hadden uitgelegd. Ik heb even een paar tekeningetjes gemaakt. Kijk, ik heb eerst even een schets gemaakt. Kijk, dat is dan deze versie, hè. Net even ingemeten. Geschetst. En vervolgens daar een extrude van gemaakt, hè, zo. Dan even langer getrokken, om het zo maar te zeggen. Nou heb ik die dingen op een tekeningetje gezet hier. Kijk, we hebben twee varianten, hè, met de ene oor eraan en met die met 4 gaten en 5 gaten. Nou heb ik hier een tekening op A4 formaat en schaal 1:1. Ik heb er even controlematen op gezet, de buitenmaten. Die kan ik dan dadelijk op tekening controleren. Ga ik hem even uitprinten, want dan kan ik deze onderdeel zo op mijn papier leggen en kijken of ik het goed gemeten heb. Als we het dan laten snijden, volgens dit model, dan moet het dadelijk gewoon perfect goed komen. Dus ik ga dit even uitprinten. Ja, dan kan ik hier aan de hand van deze maten kan ik controleren of mijn tekening toch niet verschaald is. Ja, want dat kan natuurlijk als je hem uitprint, ook al is het dan 1:1, kan ooit wel eens een beetje verschaald worden. Maar dat gaan we zo zien. Even kijken. Oh, een grapje van de printer. Ik heb altijd ruzie met printers. Kijk dan. Uiteraard. Oh. Hij heeft hem landscape geprint terwijl het eigenlijk een portret was. Maar goed, maakt niet uit. De belangrijkste tekening hebben we. Dat is deze. Deze mag wel iets verder naar buiten, zie ik. Maar voor de rest klopt het wel goed, geloof ik. Kijk, deze. Dat is dezelfde, alleen heeft hij daar een oortje extra, dus dat maakt op zich niks uit. Hé, maar dit komt wel goed zo. Hé. Het lijkt erop dat dit niet symmetrisch is. Zeven. Oh. Niet? Nee, dat gatenpatroon. Kijk dit. Kijk, daar liggen deze liggen gecentreerd, die gaten. Maar je ziet hier zeg maar een... ja, dit lijntje. En daar ligt hij eronder. Ziet u, dit ligt... Dat gatenpatroon ligt niet in het hart van dit gat. Dat ligt een beetje versprongen. Dus dat moeten we even aanpassen nog. Maar voor de rest komt het wel goed. Even kijken hoe dit is. Dit zou 154,5 moeten zijn. Ik zal hem even instellen hier. Ja, dat is goed. De verschaling is goed. Zijn we weer. Hé, hey, kijk nou. Ik heb even de printerinstelling aangepast. Dit zou toch moeten zijn. Dat moet goed komen zo. Ja hoor. Nou, mooi.
kunnen we DXF aanmaken. En dan kunnen we ze laten snijden. Hè? Kijk. Ja hoor. Een keurig lijntekeningetje. Mooi. Dat komt goed. Morgen. Hey. Hey Milo. Oh, ik zit verkeerd in Milo. Oh, je bent ook even gauw naar binnen gekomen. Jij komt de kruimeltjes opeten. Ja, we hebben een boterhammetje gegeten. Het tekenwerk is voor zover klaar. Nee. Wacht, je vergeet het nog. Hier moet je. Ja, die, oh, die ook. Heb je ook. Maar die heb ik niet uitgeprint. Die was zo simpel. Maar dan moeten er twee, hè? Ja, dat weet ik. Die zitten er twee. Drie dan. Vier bedoel ik. Er zitten nog. Daar zit er ook trouwens ook nog eentje, hè? Ja, maar hier zit dubbel. Hier zit nog een flexibel stuk. En dan zit daar nog een bakking, hè? Oh ja, dus die moeten we dan. En is dat dezelfde? Nee, dat weet ik niet. Met die flexibel stukken. Nee, er zijn met drie gaten. Ja, dat zou wel eens kunnen. Dan moeten we die nog even, want die moeten we ook nog even op tekening zetten dan. Dan hebben we alle uitlaatpakkingen klaar. Dan is het weer mooi geweest met het tekenwerk voor vandaag. Maar hier zit er denk ik geen. Hier zit denk ik een O-ring. Oh, dit is er ook een. Ja, daar zit er ook een. Die moeten we ook hebben. Maar die is makkelijk. Ja, dit is inderdaad gewoon steekcirkel even meten en zo. Kom maar goed. Ik ga die nog maken en dan daar moeten we even kijken welke daar. Kun jij eens even kijken waar dat ding ligt? Dan ga ik deze vast al op tekening zetten. Ik zal die even uit elkaar halen, want die zit denk ik in elkaar. Ja. Oké, perfect. Ja. En Bas, wat heb jij gedaan eigenlijk? Ik kan het allemaal wel. Ik heb geëdit. Oh. Ja, de video is bijna af. Ja? Ja. Ik wil hem eigenlijk zo meteen ook wel zien, Bas. Dat kan. Anders kunnen we straks met een koffie wel. Ja, dat is wel. Die gaat goed soepel. Die goed, hoor. Doet die dat gaat wel goed hier, hè? Ja, die gaat goed soepel halen er doorheen. Even een handschoentje aan. Andere met een andere. Want ik kom eigenlijk net kijken nou. Ik ben met tekeningen bezig geweest. Is de dynamo. En hij ligt al een beetje uit elkaar, maar nog niet helemaal. Deze moet draaien eigenlijk zo. Maar dat kan niet. Dus hij kan er ook niet uitschuiven. Maar dat moet hij wel. Dus heb jij nog goede tips? Ja, we hebben net al wat geprobeerd. Hè, om hem wat op die blok aluminium te laten stuiteren met die as en in de hoop dat hij loskwam. Hij doet niks, hè? Dat maakt een boel herrie, maar er gebeurde verder ook niks. Hij draait ook niet, dus hij zit echt vast. Ja. Ja. Maar ik had nog één laatste hoop. Nou. Ja, dat was dus eigenlijk om hier even een platpak in te slijpen zo. Dit is het slappe zeezer wat nou komt. Oh. Nee, ik denk dat we hem in de bankschroef moeten zetten, daar in die andere bankschroef. En dan op dit randje leggen. Of zo. En dan deze. Ja, hengsten. Wat? Hengsten. Eruit stompen. Ja, of persen. Zullen we persen proberen? Ja. Oké, we kunnen hem niet persen. Dus dan moeten we hameren. We kunnen wel persen. We hebben natuurlijk onze rupsbandenpersframe nog. We kunnen hem weer aanpassen om een dynamo uit elkaar te persen. Maar ja, weet je, pers is wel lomp, zeg maar. Ja, je weet niet wat je doet. Met een hamer nog wel enigszins. Ja, ja, ja. Goed, wel vooruit. Oké, laten we beginnen met de moer erop. Ja. Maar ik denk dat met stompen, ik denk dat we net zoals we deze zo deden, dat waren we ook al echt. Ik denk dat je harder hangt, hengst als je dat met dat doet inderdaad. Zoals we dat net deden. Maar we kunnen deden. Dat nog eens een paar keertjes doen. Er komt een boel troep uit. Dat wel. Weet je waar ook een boel troep uit komt? Ja, uit jouw mond geregeld met die kletspraat van je. Oh. Oh. Hey. Ik vind dat die straatlijnen sterk zijn, dat ze nog steeds niet gekocht zijn. Ik hoop wel dat die bankstuk een beetje vast zit. Ik zeker kracht zetten, maar ik denk dat we moeten laten strikken ook.
Ja, die bandschoen die zit met... Schriktalig inderdaad, ja. Als het ding naar beneden valt. Ja, je bankstoel is gevaarlijk. Ja, dit zit allemaal niet echt vast. Hij doet het niet. Dit is echt niet best. Hoe krijgen we dit dan wel los? Ja, toch persen dan, denk ik. Ja. Maar je kunt het niet echt lekker dragen ook, hè? Nee, dat is echt maar een snipje waar hij op draagt. Dat is niks. Dit is wel staal. Ja, dat wel. We hebben wel een grote buis hebben liggen, hè? Misschien als die hier omheen past. Deze dingen kunnen we wel afslijpen. Oh ja. Dat die buis, hè? Dat die, als die buis net niet, zeg maar. Als die nou wel hier omheen valt. Ja, maar ik denk niet dat die buis past. We kunnen even kijken. Nou, dat zou trouwens best eens kunnen passen. Nou? Nou, dat is te klein, denk ik. Net, hè? Net te klein. Open slijpen, een stukje strip ertussen. Ja, dat het een beetje groter is. Ja, dat kan. Hij moet natuurlijk gewoon uit elkaar. Ik bedoel, dan maar kapot uit elkaar. Ik bedoel, we kunnen hem ook vastgroeien zo in de ijzerbak mikken. Maar we kunnen hem op zijn minst gewoon kapot persen. En dat misschien, vind ik wel. Misschien krijgen, en misschien krijgen we wel gewoon heel uit elkaar. En dan kunnen we hem terug in elkaar zetten. Ja, we gaan toch niet zeggen dat... Ja, heel die tank uit elkaar gekregen. Maar de dynamo, nee, die zit echt te vast. Gewoon een elektrische prul, hè. Dat zie je wel weer. Ja. Maar toch zit de elektrische niet echt vast. Het is mechanisch dat hij vast zit, wil je zeggen. Ja. Het is een mechanisch probleem. Elektrisch doet hij misschien nog wel. Ik heb ook een mechanisch probleem. Ja, dat is mooi, hè. Trek de pers een beetje naar beneden. Draai hem uit. En dan ja, kunnen we gewoon pompen. Hij kan toch heel ver. Nu. Kijk. Ja, ik voel dat dit gaat werken. Komt hij er al uit? Ja. Beweegt de as al? Ja hoor. Oh, ik ga wel aan de kant. Wat dacht je daarvan? 10. Doe het maar. 10 ton kan de pers hebben, heb ik gehoord. Ja. Ja, hij buigt er onder al een beetje door. Hij buigt aan alle kanten door, maar ik kan het niet. Dat staat al aardig wat op, hoor. Hij moet een langere buis hebben. We kunnen ook gerust de plaat hier omheen maken. Dan kunnen we eens de wrakstukken van het persframe opvangen als we dan mee verschieten. Maar als ik eerlijk ben, hè, voelt dit net alsof hij gewoon met een bankschroef een beetje aan het duwen bent nu. Hij doet wel goed, hij duwt wel netjes recht, heb ik het idee. Ja, dat valt niet anders. Dus we kunnen wel een buis maken. We kunnen natuurlijk ook onze zware vijzer ertussen zetten, Dirk. Oh. Dan kunnen we om het hoekje gaan zitten zo. Een beetje zo achter het wasapparaat. Onze 5 ton pers. Ja. Dan kunnen we wel persframe dus helemaal kapot. Ja, dan is het iets kapot. Oh, jij gaat gewoon even het ding... Ja, ja. Oké. Dirk, was nummer op. Hoorde je het? Ja, ik hoorde ja. De persframe gaat er aan elkaar dalen. Jij mag verder. Ik ga aan de kant. Ja, ik hoor wel iets. Ja, wat is dat dan? Ja, wat gaat er dan? Knallen? Ik ga achter vast staan. Ja, dat is makkelijk. Je gaat zo in de tank zitten, denk ik. Hé, hey, dat ding is wel. Lag hij gelijk met de lager? Nee, hij lag er een klein beetje in. Oh ja, dat doet hij nog steeds. Nee, hij zit nog netjes op zijn goede locatie. Ja, dat is niet een goede locatie. Nou, ik zeg, ik doe hem gewoon nog een beetje harder. Ik kan nog een langere pin pakken, eventueel. Ah ja! Ik ben niet verantwoordelijk voor dit. Nee, dat snap ik. Ik heb wel eens een potpik in mijn gezicht gehad. Echt? Ja, dat was ik ook aan het persen. Ja, het is te zien, ja. Ja, dat was ik ook. Sorry. Ja, dit... Oh, Bas, sorry! Oh! Hey! Ja, ja. That sounds amazing. Ja... Oh, hey! Ja, ja. Hij gaat erin. Hey, ik zag het, ja. Hij gaat erin, dat doet het. Ja. Hey. Dat wordt geen oud ijzerbak, dat voor het persje. Hey! Wow. Ja hoor. Boink. Dan moet je misschien dadelijk even opletten dat het ding hier lekker eruit valt. Nee, dat kan nooit. Hij kan er niet uitvallen. Nee? Okay. En dan valt hij op het randje daar. Ja, maar hij gaat er, hè?
Kijk eens. Ja, allemaal dankzij die kleine buisjes die we erbij gelast hebben, hè. Hij is helemaal de upgrade van spek. Hij is gewoon los nou, ik weet niet wat ik nou moet doen, maar... Ja, hij schuift nog wel, man. Ja, man. Oh, dat was hem. Oké. Nou joh, dat ging goed. Laten we de schade bekijken. Waar is het buisje? Ja, dan moeten we het buisje hebben. Die is daar zo. Wat een betrouwbaar persframe. Dat is wel. Wie wil er nou niet zo eentje thuis? Ja, hij is goed hoor nu. Oké. Oké. Ja, het ging best goed. Nou wordt spannend hoor. Ik zie het al. Doe hem open. Oh. Oké. Dit ziet eruit als een autodynamo. Hmm. Dat is nog niet zo raar. Ja, maar het klonk ook alsof dat hij in zijn lager klem zat. Hè? Ja. Oh, dat kan niet. Hoor. We moeten even met de... Ja, die moer moet eraf. Ja. Oh. Dat ziet er ook mooi uit. Waar is het wel zo klem dan? Ja, gewoon toch op het lager dan. Ja, ik weet niet of hierop. Dit is ook wel... Ja, kijk hier. Ja, hier. Ja, daar zit gewoon dat roest tussen. De passing is gewoon nauw. Ja. Want om een haar, of dit lager hier, draait gewoon. Ja. Ja, kijk maar. Barry doet het gewoon. Hij is een beetje rotzooi tussen. Oké, maar dan kunnen we hem dus repareren. Ja, we moeten even de koolborstels nog bekijken hoe dat is. Kun je erin kijken langs die kant? Kun je de koolborstels zien zitten? Ja, misschien hebben we wel nieuwe veren nodig. Oh, hier. Die zijn gewoon goed. Ja, die andere kant zitten ze. Die andere? Nee. Oh, deze zitten allebei daar. Dat hebben ze goed gedaan. Dat is wel dat, met de prut. Maar deze is wel kort. Ja, maar dat kan ook wel omdat hij misschien er niet helemaal uit kan komen nu. Zodat hij nog een beetje... ...chapeerd is. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, helemaal niet slecht. 183,6 punten. Ja, dan dit moeten deze we schoon, ja, die moeten we eruit. Maar dat is even nog een ding. Ik denk serieus dat dat zo wel gaat. Met de doorslag nu. Hij draagt niet op die ding. Dan moet hij even op die buis zetten. Ja, dat wou ik zeggen. Dat moet hem zo niet doen. Maar als je eenmaal gegaan is, dan komt hij voor de rest ook wel. Ja. Perfect. Kijk, hij draagt hier een beetje op die... Een lapje uitslijpen. Zit hier zo'n bout? Die afgebroken is bij de vorige operatie. Ah, ik moet net een doorslag groter hebben ook, denk ik. Nou, we zijn ondertussen alweer aangekomen bij het einde van deze dag. Ja. Ja, snel hè. Ja, en? Ze zijn blij denk ik dat het einde van de dag is aangebroken. Zou het? Nee, dat valt best mee. Ik vond het echt super leuk in ieder geval nu. Ah, mooi. Ja, jullie hebben ook al goed werk gedaan. Hier een hele stapel met rupsbanden die het weer doen hè. Dan met de oude rupspinnen dan. Ja, dat, is, dat maakt niet uit. En wat vinden jullie van de werksfeer hier? Ja, ik vind het wel gezellig. Bas krijgt een beetje een grote mond nou die zijn beoordeling heeft gehad, hè? Ja, dat is. Hij denkt dat we niks meer kunnen maken. Nee, maar hij loopt hier nog steeds, hè, onder stage. Ja. Rob, wacht hem dadelijk op buiten het hek. Sowieso. De reacties, hè? Oh ja, dit was, ja. Oké, ja, zeker, dat moeten we ook doen, hè? Even kijken, hey, er staat een reactie van de werkplaatsvlog bovenaan. Morgen een duidelijke uitleg over de smering en niet-smering verhaal. Over de schroefdraad. Ja. Morgen inderdaad. Heb je dat gedaan? Nee, hebben we niet meer gedaan. Maar het is natuurlijk... Je ging het uitzoeken? Ja, nou ja, uitzoeken niet zozeer. Maar ik wilde eigenlijk een kort eenvoudig verhaaltje houden over hoe dat schroefdraad werkt met bouten en dan met de voorspankracht en de spoedhoek en hoe die krachten zich dan verhouden. Maar weet je wat het is?
dat is niet een verhaaltje waar je even kort eenvoudig uit kan leggen. Dat is echt een best wel een. Dat is gewoon een heel college, zeg maar, kun je daaraan wijden. Dat is echt een heel verhaal. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je terugkrabbelt. Nou, ik krabbel niet terug. Maar dus zijn je velgen gebarsten? Nou, wat betreft over smering op bouten, het is natuurlijk vrij eenvoudig. Als jij een bout indraait, je meet natuurlijk het koppel, het moment waar je met je bout in het materiaal draait. En op het moment dat je smering toepast, dan draait die bout natuurlijk soepeler erin. Dat is wel duidelijk. Dus dan beïnvloed je moment. Dus als je met smering een bout indraait, dan wordt de voorspanning bij hetzelfde moment hoger. En ja, dat is natuurlijk het hele punt erachter. Nee, moment. Ja, okay. Maar goed. En volgende echte reactie dan. Oké, ja, als we... Morgen tijd hebben, doen we het morgen, het verhaal. Ja, dat kan. We hebben nou al best een theoretisch stuk over SolidWorks en zo, hè. Ja? Ik denk, ja, zeker. De uitleg voor dummies over SolidWorks, hoe het werkt. Oh, ja, nou moet ik maar eens kijken dan. Ja, dat zou ik doen. Dat is mooi, want dan kun jij vertalen een uur op kantoor zitten. Dan kan ik lekker hobbyen. Oh nee, ik ga niet kijken. Jawel! Lijkt me een goed plan. Ja, want er moet nog best veel getekend worden namelijk, hè. Onder andere hier die vloerplaten. En hier nog een beul voor de luchtfilterbak. En daar nog een olietank. En daar nog een ruitenspoeiervatje. Ja. En de kraan moet ook nog een beetje worden aangepast. Want ik heb vandaag ook Twan gesproken van Staatsvakwerk. Hij is niet goed. Nou jawel, hij is wel goed, maar er zijn productietechnisch een paar dingen die beter konden. Sowieso bij de flensplaten, bij die HEA-balken. Die flensplaten zijn nou even groot als de balk. Die kun je wel lassen, maar dan moet je dus alles schuin afslijpen eigenlijk. Daar een stomplas in kan leggen. Maar dat is niet fijn, daarom moet dat iets eigenlijk groter. Ja, dan moet iets groter en dan kun je ze mooi hoeklassen leggen. Ja. Dat is beter. Dat eigenlijk. Ja. Ja, ik zat even te denken of het meer was, maar volgens mij... Dat was geen ding. Hey! Ja, doe maar zo. Goed, reacties. Oké, okay, kom met die reacties. Frank Fazio, die zegt... Kopervet, iets voor in de webshop. Hahaha. Master Milo Kopervet. Maar Kopervet kan je gewoon bij Indie op de webshop kopen. Ja, dat is zo. Dus daar eigenlijk is het gewoon op de Master Milo webshop. Ja joh, ga meteen allemaal Kopervet bestellen bij Indie. Dat is helemaal goed. En overal aansmeren. Ze hebben op hun Instagram, dat heb ik gezien, ze gaan een geheim product verkopen voor maandag. Ja. Oh, dus je kunt Indie ook volgen op Instagram? Ja, moet Indie volgen op Instagram, kan je zien. Ze gaan een geheim product verkopen. Ja, je kunt raden wat het is. En het is op zich best wel grappig. Ik heb het al geraden. Ja, dat is niet zo moeilijk. Het is denk ik die kleur. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Oké, goed dan. Bob van Opstal, die zegt, 17 minuten maar, dan zijn maar 4 pilsjes. Nou Bob, morgen heb jij een kater, want volgens mij is dit best een lange vlog. Oh, dat zijn er een boel dan. Ja. Bob die zat natuurlijk te duimen dat ik gewoon de volledige uitleg over de schroefdraad erbij kwam. Hè? Hey Bob, het bier is op. Oké, volgende. Mooi, Future Generations, die zegt... Something is wrong with me. I'm enjoying these videos and I don't speak a word Dutch. I work many years in a cold shop and I can appreciate people who take on big projects. I don't think I ever seen an engineer with as much knowledge, resourcefulness and ambition. I particularly like the tank that the idea of buying a tank like that and getting it in working order is just too cool for words. Well, great that you're following our workshop vlog channel. The videos are not subtitled when they are posted. Lucky enough, we have some excellent subtitlers doing very good work. And they put the subtitles on the videos. And if you didn't know, there is a playlist on the workshop vlog channel, which contains all the subtitled vlogs. So you can check out which one are subtitled. And Bas makes sure it stays up to date. So as soon as a new video has subtitles on it, Bas will add it to the playlist. So, well. Yeah, good story. Excellent. Yeah. I would say thank you for watching and see you next time. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende.